Dit is het Skyline TV nieuws van dinsdag 3 februari met vandaag opening V&D nog niet zeker. Een man is maandag rond 4:30 om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval aan de Laren in Erp. Wat er precies is gebeurd bij het bedrijf Verhoeven Gewasverzorging is nog onduidelijk. Het slachtoffer lag achter een tractor. De hulpdiensten, waaronder het personeel van de traumaheli, hebben nog geprobeerd de man te reanimeren. En dat mocht niet meer baten. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de toedracht rond de dood van de man. Ook de politie was aanwezig om uit te sluiten of er sprake was van een misdrijf. Drie auto's aan de Keizershof in Uden zijn maandagnacht zwaar beschadigd geraakt door brand. De oorzaak zou een kortsluiting in een van de voertuigen zijn. De brandweer kon niet voorkomen dat twee andere auto's brandschade opliepen. De politie heeft het voertuig waarin de brand begon meegenomen voor onderzoek. En dan nog een brand, een autobrand in Langeboom aan de Zandvoortse straat. Er is in de nacht van maandag op dinsdag een auto volledig uitgebrand. Een inzittende raakte daarbij zwaar gewond. Mogelijk vond er een ontploffing plaats. Het slachtoffer werd ter plekke gereanimeerd en afgevoerd naar het ziekenhuis. De technische recherche doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Het is nog niet zeker of de V&D in Uden open kan. Dat wordt deze week bekeken. 25 februari wordt het nieuwe complex op de promenade geopend, maar de V&D zit in zware financiële problemen. Het personeel is gevraagd om 5,8% salaris in te leveren. Maar als het dan alsnog fout gaat, krijgen ze van dat salaris wat ze overhouden 70% van het verdiende salaris van de WW. De V&D, Uden, die wordt gezien als prestigeproject. De politiek wilde het graag, maar nu zit het personeel in Uden in de stress, samen met hen nog tienduizenden anderen. V&D heeft op de valreep een deel van het verschuldigde winkelhuur overgemaakt aan verhuurder IAF Capital. Maar het vastgoedbedrijf ziet hierin geen aanleiding om het kortgeding tegen de warenhuisketen af te breken. Dat meldde een woordvoerder van IAF vandaag. V&D verkeert al jaren in grote financiële problemen. Sun Capital, sinds 2010 de eigenaar van de 63 warenhuizen van het bedrijf, wil het bedrijf redden met een geldinjectie van 40 miljoen euro. Maar dan moeten andere betrokken partijen ook een bijdrage leveren. V&D voert ook gesprekken met de drie huisbanken, ING, ABN AMRO en de Rabobank, om de kredietkraan open te houden. V&D komt nu deels over de brug door toch een deel van de huur van deze panden te betalen. IAF vindt dit niet voldoende. Zolang V&D niet de bevestiging kan of wil geven over de volledige betalingsachterstand per direct te zullen voldoen, en ook de toekomstige verplichtingen te zullen blijven voldoen, heeft deze deelbetaling de noodzaak tot ontruiming voor IAF Capital alleen maar versterkt, aldus het vastgoedbedrijf. IAF Capital vraagt bij de rechter ontruiming van 4 panden die V&D huurt in Maastricht, Utrecht, Amsterdam en in Den Haag, omdat het bedrijf dreigde de huur 4 maanden lang niet te betalen en een structurele huurverlaging eiste. Deze week wordt dus duidelijk of Uden 25 februari een V&D krijgt. En dan nog het weer. Vanavond is het droog, de temperaturen dalen naar zo'n min 4. Woensdag temperaturen van 5 graden. Donderdag veel bewolking en vooral in de ochtend kans op sneeuw. Er staat een koude noordoostenwind. En tot zover het Skyline TV nieuws. Morgen om 7 uur 's avonds zijn we er weer. Deze uitzending wordt tot 6 uur 's avonds herhaald. Ik wens u nog een fijne dag.